Ik ben altijd vrachtwagenchauffeur geweest. Mm-hmm. En dat heb ik van, zeg maar, van mijn 18e tot mijn 55ste heb ik dat uitgevoerd. Ik was vrij en daar heb ik altijd van genoten. Toen had ik al gesprekken met de Weber gehad. Maar toen vond ik nog dat ik wat te jong was. En goed een half jaar na de hand slaat het noodlot eigenlijk een beetje toe. Krijg ik een herseninfarct. En dan valt alles een beetje om je heen waar je aan gehecht was. Valt wat weg, omdat je lichamelijk een heel stuk achteruit gaat. Ik vind het heel mooi. Het is net of je een eigen voordeur hebt. Mm-hmm. Maar om iets op te roepen. Nee. Ja. Wat wordt u er vrouwelijk van als u er langs loopt of binnenkomt? Oh jawel, ja. Ik vind het wel mooi. Okay. Het is net of je wel op de galerij of van een of andere plek. Helemaal in het begin was het zo wit en dan krijg je dat ziekenhuiscomplex. Ik krijg het allemaal in het uitgang. En dat hebben wij toen al gezegd, dan geeft het een kleurtje. Ieder vindt zijn eigen voordeel het mooiste.